Welkom bij mijn show. Vandaag gaan wij weer Minecraft 14W34D doen. Ja, je hoort het goed. Het is geen A, geen B of geen C, maar het is vandaag D. En ik heb een paar snapshots niet kunnen doen, omdat ik voelde me moe. En ik had geen tijd soms om het op te nemen. Zoals jullie zien, al een paar dingetjes, is heel wat nieuw. En ja, laten we maar beginnen. Intro! Nou, wat we nu hebben zijn allemaal verschillende comment blocks. En wat die comment blocks doen, dat is een repeating comment block. We hebben ook dan een chain comment block. En een impulse comment block, maar het is gewoon een normale comment block. Nou, hoe je deze dingen krijgt is, je doet slash give en je feestnaam en dan de comment block. En in de comment block, dan heb je een impulse ding. En dat is de normale comment block. En als je nou chain doet en je op don't klikt, dan is het een ander comment block. En zoals je ook goed ziet is, de comment block heeft nou animated textures. Zoals coole technologische knopjes. Bliep, 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 bliep. Dus ja. En zoals je ziet, we hebben nou een cirkeltje, een pijltje en een vierkantje. De vierkant betekent dat het pijltje erin moet klikken. Dus ja. Dus stel, zoals je hier ziet, dit is een repeater. Dat is echt slash C1. En wat je ook nieuw is, bijvoorbeeld, is slash, dan doe je bijvoorbeeld de S. En vanaf nu kun je ook een tab gebruiken in comment blocks. Dus daar heb je gelijk summon, of spread players, of seed. En in iedere comment block staat C1, C2, tot en met C9. Dus zoals je ziet, we doen wel commenten. En zoals je ziet, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En als ik probeer te spammen, zie je, zoals je ziet, het gaat, je ziet heel even de spam van mij. En dat gaat zo snel. Want deze comment block is een repeater. Dus dan hoef je geen redstone meer te gebruiken. Zoals hier, wat ik 6, nu heb. 7 blokken ongeveer. En dit is groot. En dat is een heel gedoe om. Ja, zoals je al weet, het is een heel gedoe om het te maken. En dat hoeft alleen maar voor één klein comment blokje. Ik denk dat je ongeveer 2 blokken nodig hebt. Vanwege de power en dit. Dus, we hebben nu ook dit. En dit chain comment block zorgt ervoor, is, je hebt C3, C4, C5 en al die andere dingen. Dus we willen bijvoorbeeld C4 overslaan. Dus dan doen we die uit. Zoals je hier ziet, 3 en 4 is weg. Dus wat dit ervoor zorgt is, je kan nu, als de comment block is gepowered, dan kan je het gewoon laten werken. En als je het niet laat werken, dus de schroom eraf haalt van de comment block, dan, ja, dan werkt het gewoon. Dan werken de andere comment blocks tenminste. Dus dat is wel nice, een kleine nice feature. Voor comment block makers en map makers en weet ik wat. Dus ja. Nou, we doen even slash clear. En zoals je hier ziet, we hebben. Oh, lol. Oké, okay. We hebben hier nou een diamond hoe. Een diamond sword. En een shovel en een pickaxe. En zoals je al een beetje rechts in beeld ziet, naast mijn hotbar, is zo'n ding wat langzaam naar boven komt. En een soort sword. Nou. Wat ervoor zorgt is, je kan niet meer spam klikken. En stel, we hebben hier zombies. We doen een zombie pakken. Dus we kunnen ze moeilijk vermoorden. En we blijven er nou op staan. Meestal waren ze al lang dood. Maar dat heeft geen nut. Dus weet je hoe je ze makkelijk dood kan maken? Is, één keer in de zoveel tijd moet je ze hitten. Dus één, totdat het soort vol is. En dan twee. Dan is gelijk dood. En ja, zoals je ziet. When in main hand, dus dat is mijn rechterhand toevallig. Attack damage is 4, ik doe 2. En de attack speed is 4. Dus dat ligt aan hoe snel die naar boven gaat. Dus dan, na iedere gevecht, dan gaat hij omhoog laden. Dus dan doen we ze bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4. Nou, stel. We hebben nou 4 keer een village zombie doodgemaakt. Maakt niet uit wat voor zombie. Toevallig is dit ook de zombie. Dus binnen 4 klappen hadden we zombie dood. Als we nou achter elkaar blijven spammen. Binnen 11 klappen is hij dood. Dus je geeft hun dan minder damage als je ze achter elkaar spamt. Dus je kan nou ja, beter vechten eigenlijk als je zo bekijkt. Dat is een voordeel. Maar zoals je ook zag is. Als je een mob aanvalt. Dan heeft hij hartjes.
En wat die hartjes zijn, dat zijn damage indicators. En ja, en als we dat doen, dan zie je dat het is een soort particle damage indicator. Zoals het heet, damage indicator. En als we nou toch beginnen met een klein iets, is... We hebben ook... Even dit uitzetten. Dat is handig. Maar kijk, zoals je ziet, C1 en de unconditional, als je die op conditional zet en de redstone gebruikt, dan gaat die maar één keer werken. Dus omdat je geen 1 in de comment blok ziet staan, is als deze comment werkt, dan zegt hij van, jongens, ik werk, dus jullie mogen verder gaan. En dan gaan ze verder met andere comments. En dat is wel nice. Dus ja. Wat we nu ook hebben is maps. Die zijn een beetje gefixt. Als je ze maakt, dan heb je ze in het begin zo. Dat is wel lekker fijn. Dus als je ze wil verkleineren tot ietsjes meer detail, dan kan je ze knippen met een nieuwe crafting recipe. En dat is een map in je, in je crafting table. Ik denk ook in je inventaris. Ik weet niet of dat werkt. Dat kunnen we even nu testen. Dat hebben we nou niet hier meer in de snap, eventueel in creatief. Maar in ieder geval, als je het doet met dingen, dan ja, dan kan je ze verkleinen tot je zoiets ziet. En je kan ze ook een stukje heel klein maken, tot, ja, ik weet niet of het nog kleiner kan, maar in ieder geval, het kan kleiner. En als je het weer uit wil breiden is, je hebt een map in de midden en wat papier en je maakt een map. Ik dacht, volgens mij moest dat vroeger met de kompas, ik weet niet meer zeker. Maar in ieder geval, nou weet ik eindelijk hoe je dat doet. Dus ja, dat wordt mooi. Nou, we hebben nou ook iets nieuws. En het is een schild. Het is nog niet echt in het midden. Maar wat het doet is, je hebt wol, hout en een iron. En je maakt een coole schild. Zoals je ziet, het ziet er heel mooi uit. En als je blok, dan ben je beschermd. Je zwoord, die kan je niet meer laten blokken. Dus als je op F klikt, dan heb je hem in je andere hand. Dus zoals je ziet, blokken werkt niet meer, alleen met het schild. Dus ja. Dus dat is best wel een mooie feature, om te blokken en zo. En je beweegt langzamer als je loopt met blokken. Dus ja, het is cool. En het ziet er apart uit. Dus ja, het is wennen. Dus het is makkelijk om te blokkeren en dan... Volgens mij kun je ook... Volgens mij, wat ik ook heb gehoord is als je dit sloopt met de zwoord, dan kun je volgens mij de schild langer gebruiken en vechten en blokken tegelijk. Nee, oké. Dus dat was het dus niet zo wat ze zeiden. Nou, ik dacht dat het zo was. Helaas. Helaas werkt het niet. Maar ja, in ieder geval, als je een coole... als je nou gewoon een boelevolte coole banner wil met art, dan is het een heel makkelijk manier om het te maken. Wat je nodig alleen hebt is, je hebt een banner nodig en een schild. En ze, bijvoorbeeld, je hebt een gele schild gemaakt. En als je dat wil hebben, moet je een gele banner hebben. Officieel moet je geel zijn, want zoals je, het is een yellow banner. En ja. Dus dan kan je dat gaan maken. Het is nu wel minder HD als je hem op je schild doet. Dus ja, dat is wel balen. Ik weet niet of dit de bug is, die gele streep eronder, maar ik denk het wel. Ik weet niet of het ook op de banners... Ja, dat zit daar ook. Dus ja. Oké. Maar, dus als je dus de light blue shield hebt, en de light blue... Geen idee waarom ik het wel heb. Maar in ieder geval, we hebben bijvoorbeeld iets kapot. En je wilt hem maken, dan kan je het in je crafting table, ik bedoel, en veel doen. En dan kan je het voor 5 XP, kan je je schild weer fixen. Dus hoe cool is dat? Want, dus, ja, je moet je nieuwe snapshot vaker fixen. En je weet wat ik bedoel. En hallo schild. Oké, dus ja, dus light blue banner en de light blue shield kan je samenvoegen tot eentje wat goed werkt. Oké. Dus, je weet ook nog de ding bij de schip met de pumpkin. Maar wat er eerst was toen een beacon. Er was eerst een beacon. En toen kwam de pumpkin. En nu is er een hopper met een boek erin.
En die boek is gemaakt door Search van Mojang. Of Search. En als je erin kijkt, het heet Work by Process. We will have something else here soon. Dus we gaan straks naar het schip. En dan zien we wel wat daar is. Zo ja, we zijn nu bij de ship. Of de schip, hoe je het maar wil noemen. En zoals je hier ziet, de beacon is weg. Of de beacon. De pumpkin is ook nou weg. Naar een andere snapshot. Nu hebben we hier een hopper. En in de hopper zit dus een boek van Work in Process bij Search. Wat ik je net liet zien. Tot ze zeiden van, we hebben binnenkort iets cools. Dus ik ben benieuwd wat ze hier eigenlijk willen hebben. Of wat de reden hier komt. Misschien komt hier een coole baas of zo van een piraat of weet ik wat. Hij zou best cool zijn. Misschien een mega shulker. Hij shulker? Ja, ik hou van de piratenbaas. Dit heeft ook nou een cooldown. Dus als je gooit, zie je een wit dingetje. Dus dan kan je niet achter elkaar gooien. Dus zoals je ziet, als het witte gedeelte weg is, dan kan je het weer gebruiken. Het geldt ook voor Corus goed. Je kan pas weer gaan teleporteren als je het hebt gegeten. Dus dat is wel een pluspuntje en ook een nadeel. Dus dat is, ja. Yeah. Een gekke aparte plek om hem te laten spannen, die plant. Dus ja. En nu laat ik je even zien wat de schild kan doen. Zoals jullie zien, we hebben hier skeletten. En zoals je ziet, de skeleton schiet op je. En zolang je de skeleton in beeld houdt, zoals je ziet, dan blijf je de schild blokken. Zoals ik hem niet in beeld zie, dan hit hij je. Dus het is een bug. Als je op je schiet, dan komen de pijlen gewoon in je lichaam. Dus dat fixen ze vast wel ooit. Ze gaan ook nog geluiden toevoegen. En ja, het zou heel cool zijn. En zombies hebben nou ook een nieuwe aanval. En als ze boos zijn, dan vallen ze je aan. Met de arm in de lucht of op de grond. Maar er is nou ook iets nieuws aan cools hiervoor. En dat is, als je een heleboel zombies hebt om je heen, dan kan je ze wegduwen met een klap. Met een soort lichteffect. En dat is wel handig. Stel je bent helemaal omsingeld door allemaal zombies. Dan kan je nog ontvluchten hiervoor. En maar ja, je moet nog allemaal leren en wennen. Zombie, dood. Oh. Wauw. En wat nou ook nieuw is, is wij hebben nu Dragonbread. Breed. Of wat je hem ook wel noemen. En dat is dus een potion van de Enddragon. En hoe je die kan krijgen is met een glass bottle. En dat laten we je nu zien in de end. Dus ja. En als je Dragonbread wil hebben. Oh. Wow, dat ging niet goed. Maar ja, in ieder geval, als je Dragonbread wil hebben, dan heb je een lege bottle nodig. En als de Enddragon op je afkomt en die op je vuur gaat spugen, dan, oh, die geluid is hard. Dan komen de particles en daarmee kan je de Dragonbread vullen. En het is ook stackable. Dus dat is mooi. En lekker veel kan je ermee krijgen. En dat is met nice. En je kan gehit worden als je er doorheen gaat. Dus dat is niet handig. Ik heb nu ook armor aan. Dus ja. Wow. Dat is best heel veel particles als je spuugt. Dus ja. Oké, we zijn nu in de crafting. Kookruimte. En als je de Dragonbread in de brewing stand doet. En je splash potions gebruikt in de dinges. Maakt niet uit wat voor splash potion je gebruikt. Dinges. Maar als het klaar is met koken. Dan gooit hij de potion uit de brewing stand. Zoals je ziet. De Dragonbread is gedaan. Dus dat is wel handig. Dus je krijgt dan nieuwe potions. En dat is wel handig. En het heet nou een lingering potion. En als je die gooit. Dan komen er particles. En ja, dan kan je dus doorheen lopen. Dus als je die gooit, zoals je ziet, ik ben zichtbaar. En als ik door de particles heen loop, dan ben ik onzichtbaar. Dus dat is wel handig. Dus ja. Dus daarmee kan je dus met Dragonbread doen. En dat is wel cool.
En als je in de end een creeperface maakt, op dit moment doe ik het nou 6x6, want ergens zit een creeperface in, dan span je de end dragon opnieuw. En zoals je ziet, alles wordt weer hermaakt. De cages komen terug. En dat is wel mooi. De portal wordt ook gedeactiveerd. En als alles weer werkt, dan komen er uiteindelijk ook weer beacons. Ik bedoel, die ballen weer terug. En dan spart de enddragon. De health bar is ook weer gefixt, dus dat is mooi. En wat er gebeurt dan elke keer is, als je de enddragon killt, dan krijg je elke keer hele andere werelddelen. Dat is nou eindelijk ook gefixt. Dus, zoals je ziet, we hebben hier even wat rest van geplaatst, zodat ik weet dat het is. Nou, we gaan hierin. Oké, we zitten erin. Wow. Oké, dat was raar. Maar ja, we zitten nu in de dingen met de redstone. En als we even een klein stukje verder vliegen, dan zijn we net op de plek waar we net waren. En dat is bij de Endship huis. Of End City. Nou, als we nou terug gaan naar de andere, naar de End weer. Terug naar onze Ender Dragon vriend. En we terug gaan dan naar eentje zonder redstone blokken. Dan zie je ook, de wereld laat ietsjes langer, omdat die andere wereld laat. En zoals je ziet, we zijn op een hele andere plek. Zoals je ziet, hij spawnt voor het eerst hier. En, holy shit. Ik weet niet of dit echt is. Oké, hij is echt. Of het is mijn junk computer bug. Of het is een Minecraft bug. Oh, wacht. Ik sloeg iets kapot net en is daar gekomen. Dus ik denk dat het aan mijn computer ligt. Dus ja, dat is... Nee, ik weet het niet. In ieder geval, het is apart. Dus ja, zoals je ziet, we zijn nu in een hele andere wereld. En dus je kan elke keer met je vrienden apart exploren. En met je vrienden zeggen van, dit is mijn eiland en dit is jouw eiland. En dat zou heel cool zijn. Dus ja. En als jullie willen weten van waar jullie dat kunnen zien van waar je zwaard is. Je kan dat zien bij Options, Video Settings en er staat de Attack Indicator, Hotbar. Je kan hem ook uitzetten tot je het nu niet ziet. En dan moet je zelf naar je hand krijgen van wanneer je kan vechten. Of je kan instellen dat je hem bij jouw kruisje ziet midden in beeldscherm. Zoals je ziet, een grijs klein zwoordje. Dus dat is wel... het is wel fijn denk ik. Als je in PvP zit en... Ja, het is wennen. Dus ja, dat kan je doen dan. En de end... City portal textje is gefixt. Je hebt geen driehoekjes meer. Je kan gewoon lekker kijken naar oneindigheid. En ja, het is apart. Ik hoop dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven over de 1.9 snapshot. We zien jullie dan in de volgende snapshot. Met allemaal coole schilden. En yeah. En dan check ik jullie. Laters.